In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel, die komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Ruby. Zij heeft een schaamlipcorrectie laten doen. Medisch of cosmetisch? Beide. Beffen of vingeren? Beffen. Licht aan of licht uit? Uit. String of hipster? String. Wel of geen pornopoes? Geen. Waarom heb je een schaamlipcorrectie laten doen? Eigenlijk omdat ik me schaamde. Dat is heel stom, maar ik keek in de spiegel en ik vond eigenlijk alles wel prima aan mijn lichaam. Maar mijn schaamlip vond ik gewoon te lang. Vond ik gewoon niet mooi. En ik had er ook wel last van, want je merkt dat het in een soort van... Het moet ergens heen, dus het gaat op een gegeven moment in elkaar zitten. Mm. Dan zet jij het op een propje en ik had ook nog eigen paarden toen. Dus ik fietste veel, ik paardrijden veel. Dus ik had er ook wel last van, maar het grootste ding was vooral ja, schaamte. Ja. Ja. Want weet je nog hoe oud je was? Dat je dat toen dus zag en dat je dacht van... Ja, eigenlijk denk ik dat rond mijn 16e dat ik er wel bewust van werd dat ik dacht, ik vind het eigenlijk toch niet mooi. Het was allemaal iets meer huid dan dat ik graag had gewild. Terwijl ik heb nooit porno zoiets gekeken. Dus ik heb eigenlijk ook van andere mensen, want ja, je ziet bijna nooit van een ander schaamlippen of zo. Of, ja. Mannen die douchen nog wel eens samen, weet je. Dan kan je een soort van vergelijken bij die plasbakken, weet je wel. Of als zo, wat heb jij, wie kan het verst kiezen, weet je wel. Ja. Ja, en dat wordt bij vrouwen gewoon bijna nooit gedaan. Dus ik ben wel van mezelf bewust geworden dat ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk... Ja, ik weet niet wat dat is, maar ik vind het niet mooi. Hoe komt dat beeld dan in je hoofd van, dit vind ik niet mooi? Nou, ik denk ook wel omdat, er komen op Insta wel eens plaatjes voorbij met zo'n broodje met ham, weet je. Omdat er wordt gezegd, en zo'n hamburgertje. Ja, een soort hamburger. En ook jongens die het dan over grote schaamlippen hebben. Maar dan denk ik, meer dan de helft van de vrouwen die heeft uitstekende schaamlippen. Maar je wordt er toch wel, je voelt je wel een soort van aangesproken of zo. Van, ja, dat heb ik. Ja. Dus is het niet mooi. Achteraf, want ik had er foto's van, achteraf kijk ik terug en dan denk ik, eigenlijk is het gewoon een hele mooie, gewoon een normale vagina. Alleen het stak wel ja, zo'n stukje uit, denk ik. En ik dacht dat eigenlijk dat dat niet normaal was. En is dat dan dus je binnenste schaamlip die zo'n stukje uitsteekt? Ja, mijn binnenste, dat stak uit. En dat is ook wat ik heb laten doen. Dus mijn clitoriskapje en mijn schaamlip heb ik dan mooi laten maken, mijn binnenste. Maar ik weet niet, ik vond het gewoon niet mooi. Wanneer was je je er bewust van dat je grotere schaamlippen had? Rond mijn 16e. Op een gegeven moment ga je in de spiegel kijken naar je eigen lichaam. En dan denk je, ja, ik vind het toch niet helemaal mooi of zo. Ik vind het er eigenlijk best wel lelijk uitzien. En ik was toen ook al seksueel actief. Ja, en dan zit toch iemand soms met zijn gezicht vol op je doos. En dan, ja, dan ga je daar toch iets meer over nadenken. Van, oh, wat ziet hij dan? En vindt hij het dan wel mooi? Of... Dus je wordt er wel wat onzekerder door, ook omdat je seksueel actief bent. Dus weet je wel, als ik het voor mezelf hoef, alleen maar voor mezelf hoefde te houden, dan was het minder erg geweest. Alleen anderen zien het ook. Ja. En dat vond ik heel eng, dat andere mensen iets zagen wat ik zelf al niet mooi vind. Dus daar kwam wel een stukje schaamte op een gegeven moment. Ja, want hebben de mensen wel eens iets over gezegd toen? Nee, echt nog nooit. Het is ook als ik het achteraf terugkijk, denk ik, ja, Ruud, waar maakte je eigen druk om? Ik bedoel, als ik dat bij een ander had gezien, had ik gezegd, ja, dat is een vagina, en nu? Wat was de eerste stap die je hebt ondernomen? Ik ben eerst naar de huisarts gegaan. En ik moet zeggen, ik ben toen stiekem ook een beetje gaan overdrijven. Van, ja, ik heb zoveel last, het doet echt heel veel pijn. En... Hoezo? Omdat je wilde dat het vergoed werd? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is stom, ja. Hè? Nee, ja. Ja, ik snap het wel, want het gaat om heel veel geld, denk ik. Ja, ja, best wel. En... Nee, eigenlijk zei het, mijn arts die zei ook van ja, al heb je schaamlippen van 2 meter, het gaat bijna nooit vergoed worden. Toen ben ik eerst naar de huisarts gegaan, die stuurde me door naar de chirurg. Die zei van ja, ik snap het wel, maar ja, je bent pas 16. Je moet wachten tot je 18 bent. Terwijl ik 18, het eerste wat ik deed was naar de huisarts terug en dan in Tilburg gaan. En daar heb ik echt doorgepusht dat ik gewoon naar die chirurg wilde. Toen was ik bij de chirurg en toen kwamen ze met 5 vrouwen in zo'n ruimte. Het was... Hoezo om te kijken? Nou, je had dan 1 arts die dan met mij het consult deed met een beetje bespreken en doen. Nou, dan was er een vrouw en die ging het opmeten. En dan had je een vrouw die de foto's ging maken en dan was er nog een vrouw. Wat zij deed, weet ik niet. Maar er stonden dus op dat bed, want je zit dan een klem, van die klemmen, ja. Weet je wel.
En dan ook zo'n camera dat ik dacht, nou ja, dan zitten ze eraan te trekken en te doen. Dat ik dacht, nee, ik voel me niet echt heel charmant nu. En wat zeiden ze over de ingreep? Hoeveel gingen ze eraf halen bijvoorbeeld? Je kan daar natuurlijk zelf een beetje over mee beslissen. Dus ik zei ook tegen hun van, ik wil dat het zo natuurlijk mogelijk is. Dus ik wil het er wel af hebben, dus ik wil het wel een mooie poes hebben. Maar wel dat het zo natuurlijk mogelijk is, dat als ik seks heb, dat iemand denkt, zo, je hebt een mooie poes van jezelf, weet je wel, dat eigenlijk. Dat je het niet ziet. Nee, dat je het niet ziet, inderdaad. Ja, snap Dus ik heb echt geen pornopoes hoor, ik heb gewoon ja, een normale poes, alleen dan zonder uitstekende schaamlippen. En wat bedoel je dan? Is dan een pornopoes eigenlijk dat ze helemaal binnenin zitten, ja, dus dat je ze niet ziet? Ja, ik heb dan zo'n streepje, weet je wel, dat je niks ziet. En bij mij zie je echt wel iets hoor, ja. Alleen je steekt er niks uit. Ja. Dus toen zei ze, oké, ja, we gaan even kijken. En dan knijpen ze het dicht van tot waar sluit het, zodat het nog wel kan beschermen. En vanaf daar, het is eigenlijk, mijn binnenste zijn gelijk met mijn buitenste. Mm-hmm. En toen zei ze, ja, zou je het dan mooi vinden als we je clitoriskapje ook, want je clitoris wordt beschermd door een beetje huid. Maar daar zat ook een beetje overtollig huid. Zou ik mooi vinden als we dat ook weghalen? Dus dat hebben ze toen ook mooi mee weggehaald. Hoe gaat dan eigenlijk de ingreep in zijn werk? Je komt binnen. Mijn moeder mocht ook niet mee, want ik deed in de lockdown natuurlijk. Oh ja. En dan zijn er twee artsen. En dan ga je op zo'n bed liggen met twee van die beugels, alsof je gaat bevallen. Ja. En dan krijg je eerst een paar spuitjes erin, in je schaamlippen. En ik dacht eerst, oh, het gaat zoveel pijn. Maar ik voelde ze eigenlijk bijna niet. Ze branden het laat maar weg, omdat het daar heel goed door bloed is. Bloedt het gewoon heel snel. Dus ze branden het weg, zodat ze gelijk de adertjes dichtschroeien. Hmm. En je voelt het wel, dat was het enge, je voelt het een beetje trekken. Dus je denkt, oh, ik ga nu pijn krijgen, maar die pijn komt er niet. Je voelt wel een beetje warmte, maar je hebt geen pijn. Hmm. En het smerig is, je ruikt jezelf ook, weet je, alsof je op de barbecue ligt. Dat je denkt, nou, sorry. Ja. En dan wordt dat eigenlijk zo netjes weggehaald en dan gaan ze het netjes, ja. En het heeft dus helemaal geen pijn gedaan? Nee, uiteindelijk helemaal niet, nee. Hoe ging het herstel? Ik vond het herstel best wel pittig eigenlijk. Je mag 6 weken eigenlijk niks. Mm-hmm. Je moet wel proberen te lopen, zodat het goed door bloed blijft. Maar hoe was het gewoon die eerste paar dagen na de ingreep? Nou, ik moest piezen onder de douche. Ja. Want ja, het zit daar een wondje en het zijn toch afvalstoffen wat er naar buiten moet. Dus je moet gewoon heel goed spoelen, zodat daar schoon blijft. En doperwten op je doos. Ja, bevroren doperwten. Gewoon koelen. Ja, heel veel koelen. 1 schaamlip was net zo groot als een knakworst. Dat was zo dik. Wow. Dus je hebt echt zo'n doos. Ja, ja. Zo'n doos eigenlijk. Het is echt een ontplofte bende daar beneden. En dan denk je echt, shit, waar ben ik aan begonnen? Maar dat is gewoon omdat het zo goed door bloed is. Het gaat gewoon heel veel zwellen. En het is een kwestie van koelen. En ik heb gewoon heel netjes mijn pijnstilling ingenomen. En dat scheelt gewoon heel erg. En plas onder de douche. En had je dan ook niet geen pijn? Nee, ik heb bijna dus geen pijn gehad. En de arts die vond het ook wel bijzonder. Want die zei, ja, de meeste vrouwen hebben de eerste 3 dagen echt wel dat het brandt. Alsof er een soort schaafwond op je doos zit. Maar ik had het gelukkig niet. En ik denk gewoon omdat het komt. Ik heb de hele dag met zo'n doperwtenzak op mijn doos gezeten. En netjes mijn pijnstilling genomen. Gewoon mijn rust gepakt. Geen gekke dingen gedaan. Ja. Dus ik denk als je gewoon rustig houdt. En gewoon doet wat er van je gevraagd wordt. Dat je gewoon al een heel eind komt. Hoe was de eerste keer seks na de operatie? Heel fijn. Nou, hoe lang was dat? Je hebt 6 weken hersteltijd. En dan mag je eigenlijk niks doen. Er zijn mensen die het risico toch in de 6e week nemen. Doe het niet, zou ik zeggen. Weet je, laat het gewoon lekker met rust. Er wordt ook mooier van. Maar ik heb eigenlijk op week 7 seks. Toen durfde ik het weer. En het was gewoon heel fijn dat ik niet meer bang hoefde te zijn of zo. Weet je wel, normaal als dan je string uitging, dacht je toch van, ja, kut. Ik wil niet meer eigenlijk. Je voelt je heel ongemakkelijk de hele tijd, maar ik kon gewoon ontspannen. En ook, weet je wel, alles wat hij daar beneden deed, was gewoon heel fijn omdat het oké was. Het was gewoon goed, dus ik kon gaan genieten en niet de hele tijd met mijn hoofd moeten denken, shit, wat moet hij wel niet denken? Oh, weet je wel, dat je naar een soort plafonddienst hebt, dat je denkt, ik wil dat je daar weggaat eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Maar ik denk ook dat het allemaal wat fijner is omdat je ontspannen bent. Ja. Dus ik heb het idee dat het daar alleen maar
beter is geworden. Wanneer zou je het anderen aanraden? Als je er echt ongelukkig van wordt. En dan heb ik het niet over een jaartje ongelukkig, maar je loopt er inderdaad 2-3 jaar mee rond. En je denkt echt, het overheerst een beetje mijn leven. Ik durf geen seks te hebben, puur omdat. En natuurlijk ook als het echt pijn doet. Ja, als het pijn doet, moet het er gewoon af. En ga heel veel verschillende poezen bekijken. Want ik weet nog dat bij Spuiten Slik had je vroeger het poezenboek. Ja. Dat was echt top. Dus ik ben echt eigenlijk heel stom op internet gaan zoeken, weet je wel. Echt, doe dat ook. En dan zie je pas van, goed, dan valt mijne eigenlijk nog wel mee. En hoe verschillend is het allemaal? Is mijne dan niet gewoon prima? Dus laat er wel tijd overheen gaan voordat je een keuze maakt waarvan je achteraf denkt, nee, liever niet. Ja. Dus vooral als je jong bent inderdaad. Als je er echt last van hebt, gewoon lekker laten doen. Ik ben er heel blij mee. Ondanks dat het niet nodig was, ben ik er hartstikke blij mee dat ik het heb mogen, heb kunnen doen. En wat was voor jou de last al groot genoeg om het te doen? Of heeft bij jou de onzekerheid het wel echt ervoor gezorgd? Onzekerheid. Ja, ik zou willen dat het zoveel pijn deed dat ik het daarom heb laten doen. Maar het is heel vervelend, het is irritant gewoon. Maar het is vooral, ik schaamde me gewoon. Ik voel het gewoon gênant. Want wat had jij dan nodig gehad om er niks aan laten te doen? Ik had misschien toch mijn angst moeten overwinnen. Toch een seks moeten hebben of zo. En dan toch erachter komen dat iemand het of niet doorheeft of het gewoon niet ziet. Ook, ik had heel graag meer poezen willen zien. Ik had heel veel meer andere vagina's willen zien van vriendinnen. Van, het is allemaal anders. Mm-hmm. Maar wij vrouwen zien dat niet zo snel of zo. Ja. Stel nou dat je helemaal alleen op de wereld was geweest, op een eiland. Oh nee, dat had ik niet gedaan. Nee? Absoluut niet. Nee, dan had ik in mijn naken rondgelopen, denk ik. Maar dan had je ze alsnog zelf niet mooi gevonden. Want je vond ze niet mooi. Nee, maar dan had je in ieder geval, dan had het je niks uitgemaakt. Nee, dat had me niks uitgemaakt, want niemand zag het. Alleen ik. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Nou, dat was hem. Hou jij van zoete of van zure snoepjes? Zuur. Ja? Ja. Niet van alle twee. Je eet ook alleen maar zuur. Nee, ik ben meer zouteter eigenlijk. Maar als ik iets eet, dan is het vaak wel zuur. Oh ja.